Ja, lieve vrienden, ik ga hem weer klaarmaken. We gaan gezellig naar Mary toe. Ja, en die gaat er ook mee, natuurlijk. Stefan, want die mag toch ook gaan werken. Maar ik ben bij de exje geweest. Ik heb even 2 nieuwe dweiltjes gekocht voor onder wissel. Hele goede middag, deze middag. Ja, het is prachtig mooi weer, dus ga even zingen. Maar welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En het is vandaag alweer vrijdag, de 25e van de 3e 2022. En we leven om 12:56. En ja, wie is er in ons midden? Die is eventjes nou een andere kant op, klopt naar boven of zo, ik weet niet. Maar in ieder geval, Stefan die is er weer en ik moet nog met de hondjes lopen, maar we zitten hier. Ik zit, nou eerst nog een bak koffie, ja. Dus dat komt allemaal wel goed. Maar ja, ik wens jullie gewoon ook een hele fijne dag toe. Geniet van alles, het is zo mooi weer. Ja, ach heerlijk, daar geniet je gewoon van, ja toch? Dus, nou Rijka, die ligt lekker op de bank. Hé? Ja nou? Of niet dan? En daar ligt onze Elwing. En Kandalf die zat al te zeuren van ik wil naar buiten. En nee, eerst moet vrouwtje weg met de meisjes. Want anders loopt die achter mij aan en dat wil ik niet. Nee, en niet langs de grote drukke weg. Nee. Geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. Nou, jullie zien het, mijn haar is weer netjes en weer bijgekleurd. Het is weer paars en niet heel zacht lila. Dus ja, ik ben er weer blij mee en het komt allemaal wel weer goed. Ik zou ook zeggen, gewoon hou vol goede moed en ik spreek jullie later. Doei, doei! Ja, lieve vrienden, ik ga hem weer klaarmaken. We gaan gezellig naar Mary toe. Ja, en die gaat er ook mee, natuurlijk. Stefan, want die mag toch ook gaan werken. Dus helemaal leuk! Of niet dan? Doe maar zo. Ja, dankie! Dus dat komt goed, ik zou zeggen. Hou gewoon vol voor de moed. Dan komt alles weer goed. En heb veel plezier, want het is prachtig mooi weer. Tot later! Ja, lieve vrienden, we zijn al reeds weer thuis. Ik heb zelfs de honden al uitgelaten, de meisjes. Ja, zeker. Bij Mary vandaan ben ik weer met Stefan, want Stefan moest daar dus ook nog werken. Ben ik bij Mary vandaan een andere wijk ingegaan waar hij ook woont, maar ik ben niet meegegaan naar zijn huisje. Nee, ik ben naar de exje gegaan. Ja, ook heb ik trouwens Karen aan de telefoon. Helemaal gezellig, maar ik ben bij de exje geweest. Ik heb even 2 nieuwe dweiltjes gekocht voor om de wisser. Ik heb van die witte sponsjes gekocht. Wel, dat zijn, ja, afbreeksponsjes, weet ik veel hoe dat heet. Ik heb een nieuwe schort gekocht. Ja, blauw-groen, wat voor kleur is het? Het is niet blauw, het is niet groen. Dat is, ja, dat zit er net tussenin. Nieuwe aardrijkdoekjes voor mezelf. Ja. Ik ga dat straks ook gelijk uitproberen, eentje, dus dat is helemaal geweldig. Hier heb ik er nog een. Nou, gaan ook de kaartjes af. En ik had van Karin, een tijdje terug alweer, kattenbakzakken gekregen. Wat moet je? Dat is niet voor jou. Ja, kattenbakzakken. Kattenliter, nou ik hoop dat hij groot genoeg is, ik heb gewoon 2 meegenomen. Want Stefan die vond dat wel handig, nou ja oké, ik ben dat nooit gewend. En ik heb nog een afwasborsteltje gekocht, niet dat ik op mijn handen al was, maar voor andere doeleinden wat vies is, dan kan je dat borsteltje erbij gebruiken. Een borstel dus met een lange steel. Is makkelijker dan een andere boender of wat dan ook, dat je met je handen ook aan dat viezigheid komt. Ik vind dat wel handig. Dan heb ik nieuwe schuursponsjes gekocht, dat komt boven in een bak terecht. Dan heb ik ooit, heel vroeger, oliedoekjes voor babykontjes ingehad.
En daar had ik schuursponsen zitten met een zwarte schuurlaag. Kan ik nergens meer vinden. En dit is dus groen. Nou, en dat gaat gewoon in die bak boven. Dan heb je boven ook altijd een schuursponsje bij de hand. Vooral wanneer meneertje Kandalf aan het braken is geweest, dan kan ik daarvoor gelijk even schrobben. En dan is het niet erg keet schuursponsje uitspoelen, is het wel erg, dan gooit het schuursponsje weg. Zo is dat. En dan hebben we nog natuurlijk weer voor de dames zo'n zak. Dan heb ik nog meer op voorraad. Ideaal. Af en toe eens eentje erbij kopen en je voorraad. Ja? Ja, je wilt ook hebben, hè? Ja, ik weet het. Ik weet het. Je krijgt. Moet ik er even naartoe? Even hier lezen. Die hè. Dames. Hier heb ik zo'n zak ook weer. Ik ga jullie kantel. Misschien dat ik dat voor elkaar krijg. Om jullie dat te laten zien. Rijka, waar ben je? Rijka en Elwing. Eerst Rijka en dan Elwing. Weg zijn ze. Ze vinden dat zo lekker. Ja, ze vinden dat echt voortreffelijk lekker. Ja, en jij krijgt ook. Jij krijgt ook, kereltje. Jij krijgt een ander stokje. En jij krijgt het in de hal. Ja. Nee? Ja, jij krijgt het in de huiling. Ja. Ja, man. Ja. Ja. Dat is nog niet. Ja. Die. De oranje. Auw. Hoe moet je. Je kan geen papier eten of plastic. Ja, of moet je het hier hebben? Ja, moet je het hier hebben? Oh, is het zo? Nou, hier heb je de helft. Ja, dat is de helft. Nee, dit is voor Kandalfie. Ja, echt waar. Lekker hè? Is dat zo lekker, kereltje? Hierop, kijk eens, kan dat? Oeh, een beetje. Joh. Ja. Echt? Nee, op. Op. Op en de pap. Het is allemaal op. Dus ja, jullie weten het. Wat ik gehaald heb. En die was helemaal niet duur. Nee, succes niet duur. Dat zijn allemaal kleine beetjes. Maar ja, kleine beetjes maken één veel beetje. Maar oké, lieve vrienden. Ik wens jullie een smakelijk eten. Bon appetit en een hele fijne avond. Ja. En wees lief voor elkaar. En geniet met elkaar. En tot later, zeg ik dan maar.